Ja, aan de orde is de balans voor de leefomgeving 2016. Ik wil even naar de voorprent, want dit zijn rotorbladen van afgekeurde windturbines. Daar is speeltuin van gemaakt. En die hebben we gekozen voor de voorprent van deze balans, omdat die op zo'n mooie manier de grote leefomgeving thuisbrengt. Want het motto van deze balans is ook, het gaat redelijk goed met de kleine leefomgeving, maar het gaat niet zo goed met de grote leefomgeving. En natuurlijk gevolg van het feit dat we de urgentie van die kleine omgeving wel direct voelen. Hè. We hebben het gif overal uit de grond gehaald. We hebben de beken en de wateren schoongemaakt en de lucht schoongemaakt. Maar die grotere leefomgeving die is abstract, die is afwezig. En dat is dus lastig om dat urgent te maken.